Meneer Bruls, in deze verdrietige week voor het Argentijnse voetbal en voor het Argentijnse volk heeft u niet voor niets een lichtblauwe das om. Ja, ik ben zelf altijd een groot bewonderaar van Maradona geweest. En de voetballer heb ik dan over. Ik vind echt de grootste voetballer, zover ik het kan beoordelen, die er is geweest. Dat is voor u geen moeilijke vraag. Al die andere namen die je dan hoort, Cruijff. Hadden we 2 dagen geleden kunnen vragen, 1 jaar geleden, 10 jaar geleden. Maar iedereen die het genoeg heeft mogen maken om de jaren 80 mee te maken en hem zien voetballen. Ik ken geen voetballer op dat niveau die in staat is om 1 team sterker te maken en kampioen te maken. Met alle respect voor zijn landgenoot Messi, waar natuurlijk vaak mee wordt vergeleken. Dat kan Messi niet. Messi is een super voetballer, maar heeft altijd een heel goed team om zich heen nodig. En Maradona kan van een matig team wereldkampioen maken. En ja, dat gepaard aan zijn passie, het rouwe ook. We moeten niet zijn levensstijl navolgen. Hij heeft natuurlijk vreselijke foute dingen gedaan. Dat hoort dan schijnbaar ook bij zijn karakter. Maar wat hij op het veld liet zien is gewoon 1 woord magistraal. Dus als eerbetoon vandaag een das in de hand. Ja, zeker, zeker. Er gebeuren heel veel ernstige dingen deze dagen. Maar dit is ook wel, en je merkt ook aan de reactie, dat is iets. Dit zijn van die mensen die over de hele wereld hun weerklank hebben. Of je nou van hem houdt of dat je hem haat, bij wijze van spreken. En ik hoor duidelijk bij die eerste categorie. Er gebeuren vreselijke dingen in de wereld. Ja, onder andere op Griekse eilanden. Daar wil ik het even over hebben. U heeft een brief gestuurd samen met 4 andere collega-burgemeesters. Aan staatssecretaris Broekers-Knol. Wat is de situatie nu op die eilanden? Ja, ik weet niet hoe het daar precies is, maar die is miserabel. Die was miserabel. Die is al jaren heel, heel slecht. En dat is de reden geweest dat eerder dit jaar ook de gemeente Nijmegen, maar met een heleboel andere gemeenteraden, gemeenten al aan de bel hebben getrokken. En zegt van, wij zijn bereid om kinderen die daar in vreselijke omstandigheden leven, vaak zonder hun ouders of andere begeleiders moeten overleven, want dat is het. Wij zijn bereid om kinderen op te nemen in onze gemeente, in ons land. Nou ja, de reactie vanuit staatssecretaris is afhoudend. Hè. Nederland is daar toch wat afhoudend in. Ja, maar wat zijn de afspraken nu? Zijn daar afspraken over? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat weet ik ook niet precies hoe de stand van zaken er is. Dat is iets natuurlijk tussen de lidstaten in Europa. Als eenvoudige burgemeester zit ik daar niet tussen. Maar ik heb het idee dat het, zoals wel vaker als het gaat over vluchtelingen in Europa, iedereen wat naar elkaar zit te kijken. Er zijn landen die duidelijk niks willen doen. Er zijn landen die wel een stap willen zetten. En er zijn landen zoals Nederland die daar dan weer naar kijken, als ik het in mijn woorden mag samenvatten. Dat is op zich ook wel te begrijpen. Het is natuurlijk ook voor Europa best wel lastig om met al die verschillende lidstaten op 1 lijn te komen. Maar vanuit humanitaire noodzaak vinden wij vanuit Nijmegen, samen met veel andere gemeenten, dat er iets moet gebeuren. We hebben nu deze brief gestuurd, maar we hebben dit signaal eerder afgegeven, omdat binnenkort wordt ook weer de begroting van de staatssecretaris behandeld. En we willen dat nog eens een keer onder de aandacht brengen. In de hoop ook dat er bijvoorbeeld vanuit de Tweede Kamer steun voor deze oproep komt. En we hebben de staatssecretaris gevraagd om het liefst nog voor het eind van het jaar, ook met een delegatie van ons, hè, vandaar die 5 die hebben ondertekend, een delegatie van gemeenten, een overleg te treden om toch te kijken, mocht het zover komen, hoe we dan op een goede manier kinderen, maar wellicht ook volwassenen, een nieuwe plek kunnen geven in een van de Nederlandse gemeenten. Heeft u al een idee over wat voor vorm dat dan zou moeten krijgen? En bijvoorbeeld over een aantal? Nee, we hebben ons daar niet zo expliciet over uitgelaten. Ik vind dat ook altijd wat lastig en ook wel pijnlijk om te zeggen van, ja, je moet nu al zeggen, zoveel moet het gaan. Maar kijk, voor een gemeente als Nijmegen kan dat natuurlijk best wel, als je kijkt naar de omvang en de rijkdom van onze stad, om enkele tientallen mensen gaan, maar hoe dat precies is. We zijn natuurlijk toch afhankelijk van wat Europese landen met elkaar bespreken, wat de Nederlandse regering wil. Geen misverstand over, zij gaan erover. Wij kunnen dat niet zelfstandig gaan regelen, want dan hadden we het waarschijnlijk al heel snel hadden we wat georganiseerd. Ja, en je hebt het natuurlijk wel over huisvesting. En als het voor een langere tijd is, dan moet je ook perspectief gaan bieden aan mensen. Ja. Dan moet je ook gaan denken hoe ze misschien scholing, de taal zal natuurlijk aangepakt moeten worden. Daar hebben we natuurlijk heel veel ervaring mee. We doen al jaren natuurlijk een opvang. En Nijmegen heeft ook een eigen AZC, dus we hebben al heel veel ervaring. Ook hele positieve ervaringen, hoe wij met vluchtelingen, met mensen die alles verloren
hebben, hoe die een nieuwe toekomst kunnen geven, een nieuw perspectief kunnen geven. Kunt u zich voorstellen dat er zijn reacties hierop en een van de reacties is van veel mensen, ja, we hebben hele grote problemen momenteel. Zullen we die eerst even gaan oplossen? Ja, en een van die problemen is dat in de wereld de balans tussen rijk en arm enorm uit het lood is geraakt. Dat er miljoenen, zo niet tientallen miljoenen op de vlucht zijn. Ook dat is een probleem van Nederland. Ja, oké. Dus we moeten gewoon dat wat groter zien. Ja, ik zie het groter. Als u mij voorlegt, we hebben grote problemen, dan zeg ik, ja, die hebben we. En een van die problemen is wat er internationaal gebeurt. Daar kun je niet je ogen voor sluiten. Ik moet altijd denken aan de discussie die we hadden in 2015. Nou, u kent het nog, Heumens-Oort en dergelijke. Nou, even terug naar toen. Met de voetjes op de vloer, zeg ik ook richting alle criticasters. Wij zijn een enorm rijk land. Een van de rijkste ter wereld, tuurlijk. Binnen die rijkdom hebben wij ook problemen. Ook bij ons zijn er mensen die lijden. En zeker in deze coronatijd wordt er veel gevraagd van mensen. Maar als je het vergelijkt met het lijden van andere delen van de wereld, een groot deel van de wereld, ja, moeten we ook even met de voetjes op de vloer blijven. Mogen we echt onze lieve Heer op de blote knieën danken dat we hier in dit land leven. Als wij dan een aantal mensen, bijvoorbeeld enkele tientallen mensen, voor mij wat meerdere honderden mensen in onze stad al of niet tijdelijk zouden moeten opvangen, dat moet kunnen. Dat hebben we in 2015 bewezen. Ja. En bedenk, als je het niet doet, de druk van mensen om naar Europa te komen, dat laat die tragedie in Griekenland, maar ook in Italië natuurlijk zien. Mensen komen toch. Mensen zijn in zulke ellendige omstandigheden. Ze komen, dan lopen ze hier over straat, liggen ze onder bruggen, bij wijze van spreken. Dat is toch ook niet wat je wil. Niet voor die mensen, maar ook niet voor onszelf. Met andere woorden, de wereld om ons heen, daar kun je niet voor afsluiten. Iets heel anders. We moeten het toch inderdaad weer over corona hebben. Het blijft maar doorgaan. Heeft u er al genoeg van om het erover te hebben in ieder geval? Nou, dat valt wel mee. Je hebt zo je fase. Kijk, we zijn natuurlijk nu op het moment dat wij elkaar spreken zo 9 maanden echt in die crisis aanpakken. Sinds het virus ook zeg maar mensen in ons land voor het eerst heeft besmet. En natuurlijk, er zijn momenten waarop je denkt, nou, even iets anders. Nou, dat kan ook wel. Maar aan de andere kant, we hebben toch ook wel een ritme gevonden hoe we met het virus omgaan. Mij stimuleert het nog steeds, ook als ik zie wat het betekent, hoe mensen ziek worden, maar ook wat het betekent voor onze zorgmedewerkers, hoe we moeten inzetten. Maar vooral als ik zie hoeveel mensen in de samenleving eigenlijk blijven doorgaan, hoe dingen toch gewoon blijven functioneren. Mij stimuleert het juist om het er juist wel over te hebben en perspectief te blijven bieden. En dingen blijven ook meer functioneren dan in maart, april volgens mij. Hè? Ja, we hebben natuurlijk best wel een aantal beperkende maatregelen. Een aantal zaken kunnen niet door. En de horeca is nog steeds dicht. Evenementen mogen niet. Maar voor het overige functioneert natuurlijk ontzettend veel. En we passen ons ook beter aan. Hè. Dat zie je bijvoorbeeld dat heel veel bedrijven en overheidsorganisaties in staat zijn om de thuiswerken vorm te geven. En je merkt het ook, en dat is toch wel positief nieuws te midden van alle ellende, dat ziekenhuizen, in ieder geval in onze regio, minder belast te worden, omdat we meer kennis hebben van het virus. Bijvoorbeeld mensen sneller naar huis kunnen laten gaan als ze eerst naar het ziekenhuis gaan. En dus met andere woorden ook veel meer thuis kunnen laten genezen, laten herstellen als ze al in aanraking zijn gekomen met het virus. En dat zijn op zich wel, te midden van alle ellende, wel positieve tekenen. Normaliter bezoekt u natuurlijk allerlei bedrijven, instellingen. Kan dat nu ook? Ja, beperkter. En je moet het ook echt opzoeken. Kijk, normaliter heb je natuurlijk allerlei van die natuurlijke gelegenheden. Er is ergens een jubileum of er is iets gebeurd waar aandacht voor moet zijn. Je kunt bij wijze van spreken zo binnenstappen. Ja. Nu moet je natuurlijk meer organiseren en altijd in kleine groepen. Maar ik doe het dit najaar wel heel bewust met een kleine groep van jongerenvertegenwoordigers, studentenvertegenwoordigers, vertegenwoordigers van moskeeën ben ik langs geweest. Ziekenhuizen ga ik nu, onze twee ziekenhuizen ga ik nu af om daar met een delegaat te spreken. Je kunt daar niet met een groep van 100, 200 mensen zijn, maar met op een werkplek, waar het dus ook mag. Hè, bedoel, waar het niet mag, ga ik natuurlijk niet met een groep van meer dan 4 mensen zitten. Maar met 5, 6, 7 mensen op veilige afstand van elkaar kun je prima een gesprek voeren. En dat voegt toch wat toe, want natuurlijk kan ik bellen met mensen, ik kan dingen lezen en dan kom je veel te weten. Maar die gesprekken geven net even die sfeer ook meer. Ja. Hè? Bedoel, als iemand iets vertelt, nou, bijvoorbeeld het gesprek wat ik had met vertegenwoordigers van moskeeën, dan is het heel erg leerzaam om te voelen, naast wat ze zeggen, maar ook te voelen van, wat betekent het nou voor mensen? Hoe ga je nou om met zo'n geloofsgemeenschap?
En wat mij bijvoorbeeld opviel is hoe terughoudend men is, heel voorzichtig men is, om te veel mensen bij elkaar te hebben in de moskee. Daar waar je eerder verhalen hoorde, in kerken dan, ja, er komen misschien te veel mensen samen. Nou, dat is in ieder geval bij de Nijmeegse moskeeën echt niet aan de orde. Daar zijn zelfs moskeeën die zeggen, we zijn gewoon dicht omdat we het risico volveren. Wat natuurlijk heel pijnlijk is voor mensen die echt hun geloof willen, ja, willen beleiden. Dus dat leer je in zo'n gesprek meer dan als je een rapportage krijgt van, nou, het gaat goed of het gaat slecht. Dat zijn, ja, van die abstracties. Ja. Van die algemeenheden. En hier krijg je veel meer gevoel bij. En ik denk dat het ook zoiets is van aandacht geven en aandacht terugkrijgen. Ja. Dat is ook belangrijk voor ons allemaal, ook voor mij. En je kunt dan ook wat verder gaan dan of mensen dingen organiseren, of ze thuiswerken of niet, of ze, ja, hoe het met de financiën gaat. Maar je kunt verder gaan dan dat. Hoe is het met mensen? Ja, hoe is het, houden mensen het nog vol? Ja. Wat valt u dan op bij die bezoeken? Nou ja, kijk, ik kan er geen representatief beeld ontleden, want daar, nee, hebben we 178.000 Nijmegenaren, daar moet ik ook eerlijk in zijn. Maar mijn indruk is wel dat er toch wel de mensen die ik spreek in ieder geval soms penibele omstandigheden zitten. Die voelen zich vaak niet helemaal goed. Hè. Soms gaat het commercieel niet goed, gaat zaken niet goed, nee, je kunt niet werken. Maar het is ook een kwestie van sommige mensen, ja, die voelen zich helemaal op zichzelf teruggeworpen. Die kunnen niks doen. He, bijvoorbeeld jongeren die niet leuke dingen kunnen doen, niet naar een sportclub kunnen. Nou, ze hebben nog net school, maar als je op het mbo zit kun je geen stage lopen. Dat hakt er echt enorm in. En tegelijkertijd merk je ook wel dat ze heel erg willen meedenken om perspectief te bieden. Om gegeven de beperkingen er toch iets van te maken. Dat valt me wel op. Daar zit ook wel iets in van perspectief bieden. En de mensen die ik spreek zijn op dat moment eigenlijk ook wel vrij rustig en vooral ook nuchter. En dat is überhaupt het beeld wat ik in Nijmegen heb. Dat men er ook wel een zekere nuchterheid bij heeft. Het is nu eenmaal zo. Het is nu eenmaal zo. Wat natuurlijk, waar we heel erg bedacht op moeten zijn, op de mensen die we niet horen. Die mensen die op een kamertje van een studentenflat zitten weg te kwijnen. Een oudere die alleen thuis woont en geen bezoek meer ontvangt of heel erg beperkt. Dat zijn de situaties waar we echt een stapje naar voren moeten met z'n allen. Want dat hoor je niet. Hè. Kijk, die mensen komen ook niet zo snel in zo'n gesprek. Maar dat probeer ik natuurlijk wel door die gesprekken wel achter te komen. Om daar wellicht, als ik hier op het stadhuis terugkom, te zeggen, hey, daar moeten we misschien wat meer aandacht op geven. Dat heeft bijvoorbeeld bij studenten al toegeleid, dat we de afspraak hebben gemaakt van, nou, bedenk nou eens een activiteit op het moment dat er weer wat meer mogelijk is, dat we dan gelijk iets leuks kunnen organiseren waar we studenten, en met name eerstejaarsstudenten, goed bij kunnen betrekken. Nou, daar kun je aan werken. En dat geeft op zich dan weer energie om te midden van deze ellende toch vooruit te kijken. Dat valt me wel op. Die energie is er wel bij mensen. Ja, ik heb de indruk dat in het voorjaar waren er allerlei hulpacties, kwamen er meteen op gang. En hadden we ook een gevoel met z'n allen, we slepen ook samen die horeca er doorheen door af te halen of iets dergelijks. Ja. Dat nu een stuk minder is. Nou, kijken deels mensen nog wel naar elkaar om, op de manier zoals we dat in het voorjaar deden? Kijk, er zijn natuurlijk wel dingen veranderd. Hè. Toen was het echt wel nieuw. En als je heel eerlijk bent, dachten we misschien van, nou, we gaan er even doorheen en dan zijn we verder. Ja. Terwijl je eigenlijk toen ook al reëel had kunnen weten, dit gaat niet binnen 2 maanden voorbij zijn. Nou, dat is ook uitgekomen. Dus deels zie je nu dat mensen hebben wel een beetje genoeg van al die pubquizzen en bingo's via het internet. Hè. Dat is het niet. Maar aan de andere kant, u heeft over de horeca, het afhalen en bezorgen is denk ik veel groter. Heeft een veel grotere vlucht gekomen. Ondernemers spelen natuurlijk nu ook veel meer op de situatie in. Ik noemde ook al het voorbeeld van dat thuiswerken. Er wordt natuurlijk veel meer op maatwerk ingespeeld. Aan de andere kant merk je dat mensen wat meer met de auto weer op pad blijven gaan en het openbaar vervoer links laten liggen. Het is begrijpelijk, maar wel heel erg jammer, want daardoor is het op de weg vaak veel drukker dan je eigenlijk zou mogen willen. Maar zo spelen we wel meer op meer in, denk ik. En wie weet wat de aankondiging van een vaccin nu gaat brengen. We moeten ons niet rijk rekenen, maar ik kan me voorstellen dat we daar ook wel een bepaalde hoop aan gaan ontlenen. Ja. Dat je in ieder geval in het nieuwe jaar dan ook op grote schaal mensen kunt vaccineren. Ik heb altijd voor mezelf voor ogen gehouden, een vaccin wat op grote schaal beschikbaar is, dat gaat echt wel een nieuwe fase in. Dan ga je echt iets veranderen. En daarover kwamen natuurlijk afgelopen weken wat bemoedigende berichten. Laten we hopen dat die ook bewaarheid worden. Ik bedoel, een bericht tot men in Spanje in januari en maart iedereen wil gaan vaccineren, daar kun je nog van zeggen, nou, dat is wel erg ambitieus. Maar goed, dat zelfs de Duitse overheid daar nu al frankenvrij op durft in te gaan.
Nou, laten we daar wat hoop aan ontlenen. Maar ook niet te vroeg juichen. Want zelfs als dat gebeurt, minister De Jonge heeft niet voor niets aangekondigd. Als wij gaan vaccineren, hebben we daar misschien wel een jaar voor nodig om iedereen te bereiken. Kortom, de beperkende maatregelen, zeker die anderhalve meter afstand, het hygiëne opletten, de drukte vermijden, dat blijven nog steeds hele sterke en goede afspraken waar we ons op moeten houden, zeker nog de komende maand. De korte termijn. Dat is zeker aan de orde. Daar moeten we ons. Dat is dus het slechte nieuws als je kijkt naar het aantal besmettingen. De hoop die we hadden, ik ook een beetje, van tegen het eind van het jaar kun je misschien al wat kleinere activiteiten laten plaatsvinden. Ah, daar moet je reëel van zijn als je terugkijkt op de afgelopen 2 weken. Die hoop die moeten we niet koesteren. Dat is niet reëel om mensen voor te spiegelen dat er allemaal mooie dingen kunnen gaan gebeuren in de periode kerst, oude opnieuw. Dat denk ik niet. Op 8 december horen we daar meer over. Maar inderdaad, de R schijnt ook weer net boven de 1 te liggen. Ja. Oftewel, het groeit in plaats van dat het afneemt. Ja. Dus dat biedt niet zoveel hoop voor kerstdagen met meer mensen. Nee, ik denk dat je daar reëler moet zijn. 8 december is het natuurlijk nog niet. Maar ik begrijp heel erg goed dat het kabinet daar nu over waarschuwt dat we die hoop niet moeten hebben. En ik heb me daar 1,5 week geleden ook wat hoop gelaten. Hè, wat activiteiten rond jongeren. Nou, dan moet je reëel erkennen dat dat zullen we moeten doen binnen de huidige beperkende maatregelen. Kijk, laten we ons daarop voorbereiden. Mocht het beter worden, kunnen we altijd nog wat meer doen. Maar ik denk dat er ook genoeg creativiteit in de Nijmeegse samenleving is om binnen de beperkingen toch een paar mooie dingen te doen. En ja, soms helpt het hele nuchtere. Het is wat het is het ook. Hè. Ik bedoel, je kunt altijd blijven nadenken over wat slecht en negatief is. Je kunt ook proberen te kijken naar wat wel mogelijk is. En daar kun je dan ook wel wat energie uit krijgen. En nogmaals, ik kom dat ook wel tegen. Dank u wel. Graag gedaan.